Ja, goedemorgen. Zondagmorgen en het is echt werkelijk maar 9 uur. Ik dacht om 6:15 dat ik wakker denk, ja, weet je wat, ik heb helemaal geen zin om eruit gegaan. Ik draai me nog een keer om. Dat heb ik gedaan. En toen werd ik om 7:30 alweer wakker. Toen dacht ik, weet je wat, ik draai me lekker nog een keer om. En toen dacht ik net om 8:45, nou is het goed. Nu ga ik eruit. Het is dan nog rat weer buiten. Ja, vandaag de laatste vlogmas en dag 24. Ik ga eerst even mijn koffie opdrinken en dan kom ik zo bij jullie terug met alle presents die ik nog heb. Nou, de koffie is op en mijn papje is nog wel heet. Zo lekker, maar het is altijd heel moeilijk, want ik wil hem nooit te dik. Soms zijn hem weer te dik. Maar nu is die goed. Dus die laat ik nog even staan, die doe ik zo. En ja, ben je helemaal benieuwd. Deze hoort bij Vrouwtjes Wolboutique, dag 25. Die ga ik zo ook openmaken, want ik ga morgen niet meer filmen. Dus als je dit nog niet wilt zien, omdat je zelf dat pakket hebt, dan moet je dan straks even, dan zeg ik wel even dat je moet even wegkijken. Die ga ik zo eerst straks doen. Nu gaan we eerst weer beginnen, traditioneel, met de laatste van Catharina Christmas Eve. En 24, hier staat geen 24 of? Nee, maar niet. Maar we doen het vandaag allemaal, want ik ga gewoon morgen vroeg niet meer filmen. Ik ben nu ook te nieuwsgierig, ik wil gewoon weten wat zit er. Weer een leuk stokje voor mijn kerstboompje. Geen wolletje, dat had ik al gedacht. Oh, dat is toch wel leuks. Lijkt een pompoen maken, kan dat? Heb ik dat goed geraden? Even kijken hoor. Oh, nee. Werkbeschrijving spaarsok. Wat grappig. Brei een sok. Zet zoveel steken op dat de omtrek van de boord 19 tot 20 centimeter staat. De houten schijf maak je vast door een restje wol door de sokkenboord te rijgen. Plaats vervolgens de schijf, trek de draadjes van de rijgdraad stevig aan en maak een strik. Sla de boord terug voor een mooi effect. Veel plezier met je spaarsok. Ik moet nog even gaan denken hoe het moet. Het komt nog niet helemaal binnen. Spaarsok. Oh, ik snap het. Dat maak je zo breed. Oh, goeie. Dat het hier precies omheen past en dan geld in een alle sokspaar. Dat is denk ik wat het is. Wat ontzettend leuk. Ik had al gisteren gevoeld. Ik denk, er zit veel geen wolletje. Het is iets hards. Oh, wat leuk. Nou, helemaal grappig. Ik ga het wel even googlen. Er zal vast wel iets te zien zijn dat het duidelijk uitgelegd wordt. Maar dat is denk ik wat de bedoeling is. Dus dan kun je elk jaar weer geld sparen. Sok. Heel erg leuk. Dank je wel. Maar ja, er zit dus geen briefje bij voor de instructies van dit pakje. Wat ik nog steeds heb bewaard. Dus die ga ik lekker ook opmaken. Zo zin in. Ik heb een flauw vermoeden. Er zit namelijk een... iets aan wat ik voel. En het voelt een beetje alsof het mijn boekje is. Die inderdaad vol is. Mijn is vol. Daar ligt hij. Daar ligt hij ergens. Oh ja, die ligt hij. Wacht even. Het wordt een lang verhaal vandaag, jongens. Ik ga niet lekker. Ik ga lekker lang. Dit is mijn boekje. Die is bijna vol. Met alle leuke plaatjes. Ik heb alles erin geplakt. En helemaal leuk. Dus als dat dat boekje is. Waar straks is het helemaal niet zo. Dan heb ik een nieuwe. En dan heb ik een nieuwe van Catharina. Catharina, sorry. Oh, leuk, leuk. Zal ik eraf trekken? Ja. Tadaa. Ah, er zit ook een kaartje. Wat lief. Ze heeft er ook iets in gezet, hoop ik. Even kijken hoor. Ja, dat is hem. Ach, gaat ze wat lief. Nee, er staat verder niks in, maar dat geeft niet. Ja, het is dezelfde. Oh, dat vind ik wel echt heel leuk. Want ik heb wel nieuwe gekocht, maar niet dezelfde. Oh, leuk. Dankjewel. Nou, moet je zien. Dit is toch wel echt... Kijk, ik ben daar niet van... Ik heb wel van het zomer heel veel geschreven, als je meer tijd hebt. Maar ik ben dan eigenlijk niet van... De laatste tijd heb ik niet veel geschreven. Komt natuurlijk ook omdat je druk bent. Maar alle uitjes die ik heb gehad, alle leuke dingen die ik heb gekregen... Pas vanaf dag 4 ben ik dus aan gaan denken om dit eruit te halen. En dat is toch zo leuk om te doen.
Dus, oh, wat leuk. Dankjewel, Katrien. Ik ben eigenlijk heel blij dat het dezelfde is. Want ik had dus wat nieuwe gekocht, maar die waren niet hetzelfde. Nou, maakt dat ook niet uit. Maar ik vind het helemaal leuk dat ik nu dezelfde heb. Oei, maar ze staat hier al rond. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik denk dat ik dat zo even ga checken. Want het is heel moeilijk om eruit te krijgen. Dus, ja, er staat inderdaad wat op, maar ik denk dat ik dat even van privé ga lezen. Heel erg leuk, dit plaatje. Dank je wel. Wat een supergoed idee. Ik heb het niet. Gisteravond toen ik het pakje pakte, dacht ik pas. Al die tijd heb ik niet gedacht van, oh, dat zit erin. Maar dan gisteravond, oh, dat zou best wel eens een keer hetzelfde boekje kunnen zijn. Ik hou altijd van kleine dingen, hè. Dus kleine boekjes. Dit is niet te klein, niet te groot. Super nice. Dank je wel. Ach, wat leuk. Ik ga er gelijk straks. Nee, ik moet eerst deze volmaken, maar dan ga ik. In januari dan maar doen, hè? Dankjewel, Catharine. Heel erg leuk. Ik wil nogmaals zeggen, ik ben heel blij met jouw kalender. Je hebt echt super leuk gedaan. Ontzettend veel werk ingestoken, ook met al die stickertjes en ja, echt chapeau, petje af. Ik had het niet mooier gekund. Dus dankbaar, dankbaar en nog eens dankbaar. En ik ga proberen een sokje erom te breien. Een goeie. Dat ik altijd statiegeld in doe. En dat je als je dan eind van het jaar. Het zou best wel gaaf zijn als dat dan lukt. Dat je dan eind van het jaar een volle sok hebt en dat je dan ja, iets leuks ermee kunt doen. Erg leuk, dankjewel. Nou, dan gaan we verder naar de volgende. Ik neem nog wel even een slokje van mijn Barinta, al wordt die koud. Nee, die wordt niet zo heel goed koud. Oh, leuk jongens. Oh, helemaal leuk dat boekje. Ik ben helemaal blij. Er zat ook nog een theetje in, zag ik, en dan deze. Ja, er zat ook elke dag iets lekkers erin gedaan. Hè. Dat is ook echt super lief. En thee. Ja, het is echt een hele mooie kalender. Ik ben echt super, super blij. Nou, deze ga ik nu ook op. Maar er zit ook geen wolletje in. Dat wist ik, want het is natuurlijk de Adventszondag. De vierde Adventszondag. Voelt ook een beetje als een boekje. Dus ik ben echt ook super benieuwd. Gisteren was ik zo benieuwd. Toen dacht ik, oh, zal ik het gisteren? Zal ik het zo vast doen, maar toch nee, dat vind ik flauw. Dan heb je al die tijd gewacht en dan doe je het nou, kun je ineens niet wachten. Dus dat heb ik niet gedaan. Oh, leuk. De omslag van dit boek is handgemaakt en gerecycled katoen met restjes stof. Waar onze kledingcollectie gemaakt zijn van een mix van gerecycled stof en papier. Jeetje, wat schattig. Ook alweer, wat is dit een? Tante Tilly. Tante Tilly, kom. Oh, dan ga ik wel even googlen. Grappig, wij zijn vroeger altijd een vriendin, Tilly. Die heette helemaal geen Tilly, maar die noemden wij zo. Oh, dan moet ik wel even subtiel openmaken. Dat doe ik nu niet. Oh, wat schattig. Ja, ook een leuk notitieboekje. In je handwerktas of whatever. Erg leuk. Ik ben heel blij mee. Allemaal boekjes. Ze wilde allemaal dat ik blijf schrijven. Ik vind het ook leuk. Blijven schrijven. Niet alles, alleen maar typen. Ik maak ook altijd nog heel ouderwets een geschreven boodschappenbriefje. Maar deze moet ik natuurlijk ook niet kwijtraken. Nou, dan hebben we denk ik hier nog wel een bolletje. Want dit voelt zacht. 24 van Vrouwtjes Wolboutique. Oh, prachtig. Oh ja, groen, dat hadden we nog niet. Oh, halleluja, wat mooi. Ja, dat mag ik wel zeggen. Het is ook bijna kerst, dus mag ik ook halleluja zeggen. Kijk, dat wat mooi. Oh, die anthology. Nee, ik zeg het verkeerd. De invitation intro ga ik echt wel vanavond aan beginnen. Straks laat ik jullie mijn sjaal nog even zien. Hij is, ik moet hem wel echt blokken. Dat is wel echt een heel duidelijke sjaal die geblokt moet worden. Al die draadjes nog wegwerken. Maar ik laat hem straks wel sowieso zien. En het is inderdaad uiteindelijk niet zo'n grote sjaal. Dus het is prima te doen in drie. Wanneer ben ik begonnen? 1 december. Ja, dus in 24 dagen kun je die sjaal breien. En dan heb ik nog niet eens actief alleen maar een sjaal gebreid. Dus de Wirra sjaal van Amber O'Brien. Oh, wat leuk. Ja, zo'n leuke. Oh, ik heb zoveel leuke steekmakers. Ook dit keer weer gekregen. Och. Te schattig. Dankjewel, vrouwtje. Ook een fantastische kalender. Ik ga het cadeau nog openmaken. Zo. Heel blij mee. Ik wil jou echt alle lof ook voor jou. Want ja, je hebt me elke dag blij verrast met de mooie wolletjes.
En nou, ik hoop ook voor jou dat jij in 2024 je weer wat beter gaat voelen. Ik weet wat het is, een burn-out of whatever, zo het ook maar noemen. Heb ik zelf ook een keer gehad. En uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Maar goed, waarschijnlijk ben je ook gewoon gevoelig. Een gevoelig mens. En, ik denk dat mensen die gevoelig zijn en ja, die altijd goed willen doen, toch wel gevoelig voor dat soort dingen zijn. Of zeg ik nou iets heel doms? Nee, dat denk ik niet. Levenservaringen, laat me het dan maar ophouden. Erg leuk. Nou, en nou dus het cadeau. Ik heb gewoon 3 cadeautjes vandaag. Dat is zo leuk. Een boekje en ik ga al die dingen weer uitknippen natuurlijk. Hier ben ik ook al vanaf dat het dus binnen. Het is zo mooi ingepakt. Dat ik denk, dit is nou echt zo'n, vind ik, echt zo'n kerstcadeautje wat dan onder de boom ligt. Ja, die wil je. Die wil je gewoon. En die heb ik dus, maar daar heb ik al 25 dagen, of hoe lang nog langer, heb ik daarna zitten kijken. Oh, nou ga ik hem lekker openmaken. Dus, oh ja, als je het niet... als je hetzelfde pakket hebt van Vrouwtjes Wolboutique en je wilt het nog niet zien, want ik zet de vlag vanavond online. En je denkt, ja, ik wil het pas op kerstochtend doen, dan moet je nu wegkijken. Even wegzappen. Nou, daar gaan we dan. Lekker, zondag man, en het is heel stil op straat. Ja, ik ga het niet netjes uitpakken. Daar heb ik geen zin in. Het is wel een beetje jammer, misschien wel papier. En lekker stil op straat. Iedereen ligt nog te slapen. Ik ga straks lekker een beetje breien. En dan ga ik de kamer netjes opruimen. Vanmorgen alvast een beetje. En voor vanmiddag. Oeh. Ja, nee, sorry. Het papier gaat eruit. Een stukje van uitknip natuurlijk van mijn boekje. Ik ben te ongeduldig. Na al die weken om dat nog netjes... Luister. Even pauze, dan gaat het een doosje op. Oh, kijk, er zit een hele mooie beker in. Wat leuk. En nog een ballenwalletje. Wat een verrassing. Dus een extra strengetje. En een ontzettend mooie beker met een hert in de sneeuw. Heel mooi, dankjewel. Ja, ik hou ervan, hè, bekers. Dus dit gaat zeker goed komen. Dit gaat zeker... Misschien wel elk jaar gebruikt worden. Misschien, dat weet ik wel zeker. Maar ook wel dat jaar heen. Dit is meer een winterbeker. En nog een extra strengetje. Daar had ik ook helemaal niet op gedaan. Gerekend. Erg leuk. Nou, dankjewel. Dus mensen, als je deze kalender ook hebt, dan ga ik het nu wegzetten. Dan kun je nu weer kijken. En dan heb je morgen vroeg nog de verrassing. Want dat vond ik een beetje, ja, dat is wel zo netjes om te zeggen. En voor hetzelfde heb je het allemaal al lang uitgepakt. En denk je, ja, oh, Ivanne, ik weet lekker al lang wat erin zit. Nou, het heeft in totaal 12 minuten geduurd, iets langer. Ik ga nu wel even stappen. Mijn papje verder opdrinken. En ik zie jullie later op de dag. Denk wel dat dit een langere vlog gaat worden. Want ik wil vanmiddag ook nog even met mijn gezicht voor de camera en even lekker kletsen. Kletsen en breien. Tot vanmiddag. Ja, nog even, volgens mij ben ik dat vergeten net. Ook de kalender die Audrey voor mij heeft gemaakt, de swap kalender. Fantastisch, echt. Meid, je hebt het heel mooi gedaan. Ik ben echt super blij mee met alle cadeautjes. En het gestipte bordje, oh, dat staat hier nog naast me. En dat armbandje en dit. En ik ben er nu één, vergeet ik er nu welke het ook alweer was. Nee, maakt niet uit. Maar ik wil ook nog even benoemen dat... kijk, hier is mijn leuke badje. Dat ik jouw kalender ook fantastisch vond. En heel erg dankjewel voor de moeite die je hebt gedaan. Ik heb elke dag ongelooflijk van genoten. Dus dankjewel daarvoor. Nou, kijk eens. Tada! Hier een hele adventkalender van Vrouwtjes Wolboutique. Ik heb ze niet meer volgorde liggen. Alleen de laatste 2. Deze en die. Maar goed, het maakt ook niet uit, want het wordt een deken. En ik ga de balletjes opwinden op het moment dat ik denk, ja, nu wil ik die kleur breien, nu die kleur breien. Dus ik ga ze ook niet helemaal van tevoren oprollen, dat is me veel te veel werk. Maar goed, helemaal blij mee, hoe mooi.
Ja, goedemiddag, daar ben ik weer even. Ja, maar ik kreeg even een visite. Mijn vadertje was hier en die bracht natuurlijk weer onverheerlijke hazelino's mee. Die zijn eigenlijk ook voor eerste kerstdag, neemt hij die ook mee. Maar hij kwam er nu al aan en we hebben lekker koffie gehad met een hazelinootje. Ik zit ondertussen straatjes weg te werken. Dus ja, ik dacht... Dus ik heb al zo'n heerlijk hazelino taartje gehad. Als het goed is, heb je dat net gezien. Koffietje. Ik schiet niet echt heel hard op. Maar ik wil eerst deze draadjes afhechten. Ik wil er wel even bij zeggen. Als je deze sjaal... Ik ga dit trouwens nog niet afknippen. Dat doe ik pas als die geblokt is. Als je deze sjaal gaat breien. Officieel moet die gewoon in twee kleuren. Dan heb je dat dus niet. Hè? Al die draadjes wegwerken. Dus ik vind het nu ook wel een beetje rotwerk. Dus... Eigenlijk als je met twee kleuren breidt, dan heb je maar heel weinig draadjes weg te werken. Dat is natuurlijk veel fijner. Dus als ik het klaar heb, dan laat ik het zo wel even zien. En dan ga ik de draadjes dus pas afknippen als die geblokt is. Soms dan komen er nog van die fliedeltjes uit. Ja, en wat ik net... Ik vond me vanmorgen al zei, deze sjaal moet echt wel geblokt worden. Die zit nog heel erg in elkaar. Ik denk, als je nu denkt, dan zou je denken, goh, die sjaal is wel erg een beetje aan de kleine kant. Maar ik weet zeker dat als die geblokt wordt, dat die mooi groter wordt. En groot genoeg om hem fatsoenlijk om te doen. Dus ik zie jullie later. Mijn familiepersoon is, dat ben ik ook. Thank you so much. Ik voelde gewoon een soort van connectie. Nu moet hij hem nog voeden. Maar gaan we nemen. Straks ontmoeten zowel Benjamin... Hier kijken we traditioneel gezellig naar het Twentse kerstverhaal. Van Herman Vinkers. Heerlijk, erg grappig. Na al die jaren nog steeds leuk. Erg koud. Het is ook altijd zo. Wanneer het een beetje slecht weer is, dan wil de wijn niet praten. Maar kijk eens, de kop ook valt aan. Ik had graag even met u gesproken, maar helaas. Het is een Groot, heet het ding. Dat is een boom. Ja, hallo, daar ben ik dan. Nou, het is 24 december 2023. Het is kerstmiddag. Lachen. Het is heel slecht weer. Goh, wat een verrassing. Het is echt grijs, donker, regen. En ik dacht, ik ga nog even een leuk voor de camera zitten met jullie kletsen. Ik ga geen tijdslimiet erop zetten voor mezelf. Ik klets gewoon door wanneer ik zin heb. Ik heb heel raar licht. Het is echt allemaal kunstlicht. Dus ik zie een beetje raar uit. Maar goed. Mijn haar op laten drogen. Gewassen. En dan heb ik toch een beetje krul van mezelf. Nee. Was maar waar. Kijk dan. Wat leuk. Lijkt net of ik krullen heb. Ik heb niks gedaan eraan. Dat ik van de week ook al toen voor het zwembad kwam. Maar goed, dat terzijde. Ik heb natuurlijk één kopje koffie in mijn bruine nieuwe vintage mokje. Pumpkin spice latte, want dat had ik nog steeds. Zo gek dat het in dat seizoen dat het dan hoort. Vond ik ze heel lekker en ik heb er nog een paar over, maar nee, is wel lekker. Smaakt een beetje naar kruidkoek. Nou, ik heb een hele leuke, gezellige middag gehad. Wij doen traditioneel met kerstmiddag. Vroeger toen mijn kinderen klein waren, ging ik altijd gezellig maken. Dan deden we altijd op kerstmiddag hapjes op tafel. En gingen we naar het Twents kerstverhaal kijken. Het Twents kerstverhaal is een animatiefilmpje van Herman Vinkers. En dat is al in 1984 volgens mij gemaakt. En wij als kinderen en mijn ouders, wij vonden dat helemaal fantastisch. Heel veel mensen hier in Twente vinden dat heel leuk. En ja, dus het is eigenlijk een soort van traditie als we op kerstmiddag lekker thuis zijn, dan zetten we gewoon standaard het Twents kerstverhaal erop. Dus ik ga de link van het filmpje, hij staat op YouTube, ga ik hier in de beschrijvingen doen. Vandaag ga ik wel beschrijvingen toevoegen met linkjes. Ik heb nu ook wat meer tijd en dus de laatste vlogmas dag 24. En dus als je het Twents kerstverhaal niet kent, ga vooral even kijken, want het is zo te grappig. Te grappig.
De meeste mensen zullen het wel herkennen. Misschien versta je er geen niks van. Maar het is een beetje Twents, maar ook wel verstaanbaar Twents, denk ik. Dus het is echt leuk om naar te kijken. En het grappige was, ik dacht ook lekker onder een dekentje zitten. Maar ik had eigenlijk helemaal niet gerealiseerd dat mijn oudste zoon vrij was vandaag. En die ging gezellig bij mij zitten met Lego. Die heeft ook een hobby, Lego bouwen. Dus die kopen dan van die dozen van Marvel of weet ik veel wat. En ging die gezellig bij mij zitten. Dacht ik, oh gezellig. En ondertussen zat ik eerst de B&B van de Liefde te kijken. Maar dat vindt hij zo cringe. Dat ik dacht, van nou laat ik even dat Twents kerstverhaal aanzetten. Dus wij hebben echt zitten lachen net met z'n tweeën. Dat is echt gezellig. De jongste is aan het werk. Dus die is er niet. Toen kwam mijn vadertje ook nog langs. En die nam alvast gebakjes mee. Hazelinoos. Eigenlijk was het vanmorgen. Ja, ik heb vanmorgen nog heel veel. Maar... Dus ik ga even met jullie een taartje eten. En gewoon om te vieren dat onze vlogmasjes voorbij zijn. Dat het is gelukt, 24 dagen weer om achter elkaar. Ik heb het heel veel plezier gedaan. Flauw, jullie kunnen helemaal niet mee in. Zo lekker dit. Maakt mijn vader van die hazelinoplakjes. Doet hij in die slagroom iets minder suiker, dat het niet te zoet is. Heerlijk. Chocoladevulling ertussen. Maar goed, dus gewoon zo'n heerlijk gezellig kerstmiddagje. In Hengelo is traditie dat de jeugd allemaal naar de stad gaat. Kerstmiddag vieren. Ik vind het wel heel triest dat het dan weer zo regent. Maar goed, als ze die eenmaal in de kroegen zijn, dan merk je er ook geen bal meer van. Ik vier het al een paar jaar niet meer, want eigenlijk na corona nooit meer gedaan. Ik heb het vroeger als kind altijd gedaan, helemaal leuk. Toen heel lang niet natuurlijk, omdat ik zelf kinderen kreeg. En ja, voor corona weer twee keer wel, geloof ik. Ik ging ook wel eens werken met kerstmiddag, juist werken. En dan dacht ik, nou hoef ik ook niet meteen een goede smoes om niet naar kerstmiddag te gaan. Het is wel altijd heel leuk, maar het is altijd knetterdruk in de kroegen. En na corona heb ik geen zin meer. Ik had er geen behoefte meer aan. Dus mijn vriendinnen gaan nog wel. Ik lekker niet. Ik ben lekker thuis met kerstmiddag, met de katjes en de kinderen. En de breiwerkjes aan Poekie, die zit hier. Poekie, kom je even voor de camera, hè? Kom je even op schoot. En die zit mij aan te kijken van, waar zit jij dan tegen te kletsen? Als het goed is, heb je voorafgaand aan dit filmpje al gezien wat voor mooie cadeautjes en strengetjes. Ik houd misschien dat ik dat ook niet meer opnieuw ga laten zien. Anders wordt het zo'n heel lang verhaal. Ik heb Mr. Gnome nog wel even meegenomen. Ik heb nog steeds de tweede niet verder gebreid. Ik heb een beetje geblokt gisteren, dus het staat nu wel ietsjes losser. Dus het ziet er wel iets beter uit. Het zakt wat meer over zijn neus. Ik heb een andere neus gedaan. En ik moet die embroidery, die borduurwerk kan ik er nog opmaken. Maar weet ik nog niet of ik er zin in heb. Ik vind het eigenlijk ook wel prima. Die andere ga ik wel afmaken, maar dat is niet meer gelukt voor nu. Daar heb ik ook geen behoefte aan om dat te doen. Nou, heb ik natuurlijk mijn lekkere Advent Scrappy Socks. Hoe leuk. Die zijn wel klaar. Nou, die hebben jullie als het goed is al gezien. Ik ben helemaal blij mee. Ik heb ze nog niet aangehaald. Ik doe ze morgen aan. Want dat vind ik gewoon leuk. Eerste kerstdag. Wat ik om heb is mijn rode sjaaltje. Heb ik gebreid met Seta Suri van Lana Grossa. Enkeldraads. Op pen 4. Ontzettend priegelbreiwerkje. Achteraf had ik veel beter die draden dubbel kunnen houden. Maar het is een ontzettend lekker sjaaltje. Kijk, het is heel mooi dun gebreid. Nou, een tijdje geleden dacht ik dat ik hem had verloren, maar had ik hem maar niet. Ik had hem gewoon op de kapstok liggen onder een aantal andere dingen. Dus het staat wel heel kerstig, vind ik eigenlijk zo. Of zwart nu met rood. Dus ik ben heel blij met het sjaaltje, want gisteren ging ik met mijn vriendin even kringlopen. En toen dacht ik, ik kan wel een dikke sjaal om doen, maar dan heb je het in die winkels altijd weer zo warm. En toen dacht ik, dan doe ik deze om. En het zat gewoon heerlijk. Dus ik heb de draadjes afgehecht van mijn sjaal. De Vira sjaal van Amber O'Brien. Dat vergat ik er steeds bij te zeggen. Die is klaar. Hij moet absoluut geblokt worden, want het is nu wel... Het lijkt nu al een beetje een klein sjaaltje. Het is denk ik ook niet zo'n hele grote sjaal. Dat hoeft ook niet. Maar
dat is ook wel logisch, want ik heb hem natuurlijk in 24 dagen gebreid. Vanaf 1 december. Even kijken of ik het... Of je het... Oh, dat is wel leuk, hè, als je het zo van veraf ziet. Oh, leuk! Kijk. Ja, dit is voor mij nu de eerste keer dat ik dat zo zie. Helemaal leuk. Alle draadjes ingeweefd. Hoe leuk! Oh nee, dit vind ik echt heel leuk als ik dat zo op beeld zie. Kijk, nou, dan is die van de naalden af. En dan kun je eindelijk zien hoe die vorm wordt. Hij is dus heel, de wingspan is dus heel wijd. Meer nog dan ik kan. Dus het, wat zal het zijn? Meer dan anderhalf meter. En ik ga hem dus nog blokken. Ik heb de draadjes allemaal wel ingeweefd, maar nog niet afgeknipt. Want ik denk dat kan ik beter na het blokken doen. Nou, wat ik zeg, ik vind wel dat deze een blok nodig heeft. Dat zit nog heel in elkaar, dus dat gaat echt nog wel een stukje groeien. En dan, oh ja, dat is ook de tip bij het blokken. Dit is de rand, met de dubbele yarnovers, met de eyelets. Maar die moet je eigenlijk allemaal apart vastpinnen. Zodat ze meer openen. Dat hier meer zo'n, dan komt er meer zo'n rond randje aan. Maar ja, ik heb geen pins. Ik heb wel spelden natuurlijk. Ja, dan moet ik het op een tuinkussen doen. Plat leggen en dan daarop vastpinnen. Dus dat is nog wel even een dingetje. Dat ga ik deze week wel doen. Ja, verder vind ik hem echt heel leuk geworden. Het is natuurlijk dan de bedoeling, tenminste dat ga ik doen. Ja, om hem dan zo te dragen. Nou, nu valt het nog een beetje klein. Ik denk echt na het blokken dat het veel makkelijker gaat. Ja, en dan kun je hem zo om. Dus het is niet een mega groot sjaal. Het is een, ik denk een perfecte sjaal. Want hij heeft ook niet te veel stof dat je dan weer in zo'n winkel loopt. En dan denk ik, ik heb het warm, help. Ik heb nu dat kolletje er ook onder natuurlijk. Dus na het blokken zal het zeker nog een stukje groeien. En zal er ongeveer zo uitzien. Maar goed, en die rand die moet ik echt wel even openen. Die moet zich echt openen. Dus dat is mijn afgemaakte project. Ik ben heel blij mee. Het was een ontzettende leuke brei. Dat is echt een mindless knit. Je moet even weten wanneer je die meerderingen moet doen. En die van die ene en die andere kant. En verder hoef je dat alleen maar te repeaten steeds. En de rijen worden dan steeds langer. Nou, hoe leuk. Ja, erg leuk. Ik ben wel heel benieuwd hoe die eruit ziet als die dus dan geblokt is. Dus deze sjaal heet ook de... ik zeg het heel verkeerd, waarom? Catharine sjaal. Ik heb dus Catharine sjaal en Catharine sokken. Allemaal gebreid met haarwalletjes. Ja, heel leuk. Daar ben ik echt heel blij mee. Nee, er zijn een paar wolletjes ook in deze sjaal. De eerste en de tweede zijn van nog maar Roel's Swap. Daar was, had ik al een begin mee gemaakt. En de rest is allemaal van Catharine's Swap. En daar heb ik nog bolletjes van over. Die heb ik niet gebruikt, maar die gebruik ik met andere scrappy socks. Dus de Vira sjaal. Absolute aanrader. En toen dacht ik wel, en ik zal nog één keer de sokken laten zien. Toen dacht ik wel, oh, ik heb een juk, dat ik denk ik even geen nieuwe sjaal op ga zetten. Ik heb nog een sjaal op de pennen staan, de gele sjaal, dat ik die ga nu eerst afbreien. Want ik heb natuurlijk nog wel wat wensen om te breien qua sjaals. Ik wil nog die First Session Unite breien. Ik heb de stripes nog gekocht van Steven West, een tijdje geleden, die wil ik gaan breien. Maar ik denk dat het beter is dat ik dat pas later doe, dat ik nu eerst even toch wel wat dingen af gaan maken. En dan met name de gele sjaal. En misschien ook wel mijn advent sjaal van vorig jaar. Die strepen, die kol. Maar daar even meer op ga focussen voordat ik weer nieuwe ga opzetten. Want ja, het is gewoon zo lekker als je iets afwerkt. Dat heb ik ook weer met die sokken gemerkt. En deze sjaal. Dan is het klaar en denk je, hé, lekker. Weet je, dat is gewoon, ja, daar doe je het dan eigenlijk voor. Oh, kriebel. Dus dat is de planning. Ik ben vandaag, dus heb ik die draadjes afgehecht. Ik heb nu niet zo heel veel gebreid. En heb ik ook besloten dat ik deze sokken ook eerst ga afmaken. Deze week. Dit zijn de sokken van de wol van Wolhobby. De, hoe heet dat ook alweer? Assigned pooling. Heet dat dit? Nee, dit is wat anders volgens mij. De eerste sok had ik al heel lang klaar met Halloween al. Dit zijn mijn Halloween socks. En de tweede heb ik de
hiel erin en moet ik verder breien. Dus ik dacht, als deze week nu ook klaar zijn, dan vind ik wel fijn. Dan is dat ook weer uit mijn hoofd. Dus ik mag ook nog geen nieuwe sokken opzetten van mezelf. Want ik heb nog de bruine sok, moet ik nog de tweede van breien. Van die dikke sok nog de tweede. Nou, hier de tweede van. En dan, als ik dat dan klaar heb, dan, ja, dan heb ik er weer drie van de pennen. En dan denk ik dat het ook wel een beetje je hoofd leeg maakt. Nou, ben ik van plan om die deken natuurlijk te gaan breien. De Habitation Throw. Ga ik ook doen. Maar ik heb bedacht dat ik dat niet vandaag op ga zetten. Ik ga het niet. Hoef niet traditioneel een nieuw. Hoe is het nou? Een Christmas Eve cast on. Nee. Ik word nu even blijer van dingen afmaken. Dus die gaat zeker. Ga ik daarmee beginnen. Maar niet vandaag. Ik ga dat denk ik. Als ik deze week een beetje progress maak met de dingen die ik. In ieder geval de sokken die ik wil afmaken. Begin ik dat misschien wel op nieuwjaar. New Year's Eve. De dag maakt mij niet zo heel veel uit. Het is zo'n. Sommige breisjes hebben zo'n traditie. En dat is natuurlijk hartstikke leuk als het lukt. Maar dat hoeft voor mij niet per se. Maar goed, niet zo veranderlijk als, als de mens. Voor hetzelfde geld zeg ik vanavond. Oh, ik heb er zin in. Ik ga het wel doen. Maar de strengetjes. Oh ja, dit strengetje hadden we vandaag. Wat heb je andere nodig? De strengetjes van Vrouwtjes Wol Boutique. Deze hadden we vandaag. Mooie groene. Supermooie. En deze zat als verrassing nog in die mok. Die we erbij kregen. Die dus. Dus ik weet nog niet. De volgorde weet ik ook nog niet. Van hoe ga ik het verdelen met de kleuren. Dus ik kan het niet vandaag bedenken. Want dan moet ik ook kiezen. Met welke kleur ga ik beginnen. Dus dat doe ik ook niet. Ik laat het voorlopig nog even zo. En als ik dan wel de keuze heb gemaakt. En de kleurtjes bij daglicht een keer goed op volgorde leg. Dan kan ik denken van oké. Ik begin met die kleur. En dat ga ik dan opwinden met de wolwinden. Dus dat wordt nog even uitgesteld. Het wordt niet afgesteld, maar uitgesteld. Nou, en morgen vroeg gaan we brunchen eerst bij mij thuis met mijn kinderen en de vriendin van mijn oudste zoon. Helemaal zin in. Dan doen we ook de cadeautjes. Wat zit dat haar toch dom? Dan doen wij ook de cadeautjes. Ik ga de sjaal af en toe er dan uitzien. Nou, ik lijk wel zo'n hippie. dan doen we de cadeautjes en dan smiddags gaan we naar mijn zusje in Enschede en morgenavond ga ik naar mijn vriend en tweede kerstdag heb ik een breidag ook. Ja, wanneer heb ik geen breidag? Elke dag eigenlijk wel. Ik denk wel dat ik weer heel veel dingen vergeet te vertellen. Maar ja, dat is maar zo dan. Nou, bij deze ga ik deze vlogmas eindigen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Oude kijkers, nieuwe kijkers, iedereen is welkom. En bedankt dat je hebt gekeken. Misschien heb je alle filmpjes gezien, misschien af en toe. Prima, ik heb ook niet alle vlogmassen gezien van iedereen, maar af en toe tussendoor wel. En ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je blijft plakken op mijn kanaal. Volgende week ga ik een weekje niks doen, denk ik. Even denken. Ja, nee, want dat is 28e, dat is op een donderdag. Nee, dan komt er geen weekvlog. Dus dan heb ik even een weekje pauze. En dan doe ik de eerste week van januari. Kom ik of met de podcast of met de weekvlog. Dat ligt aan mijn mood en waar ik zin in heb. Dus jullie moeten mij even lekker een weekje missen. Alles, je kunt me volgen op Instagram als Knitting Inden. Dus als je wilt weten, ik blijf daar wel heus wel dingen posten. Als je wilt weten hoe bepaalde dingen zijn afgelopen met de sokken of met het blokken van de sjaal. Dan kun je daar gaan kijken. En dan zie ik jullie weer ergens in januari. Ik denk, welke dag valt 1 januari? Is op maandag? Nou, ik denk die donderdag daarna. Ja, daar gaan we wel vanuit. Dat ik dan ergens wel tijd heb gehad voor een weekvlog of een podcastfilmpje. Maar goed, dat gaan we zien. Eerst even een tijdje niet filmen. Daar heb ik ook wel zin in. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. Als je vragen hebt, mag je altijd me vragen. En ik heb nog één vraag. Wat is voor jullie dus het ultieme kerstgevoel? Mijn ultieme kerstgevoel is inderdaad met mijn kinderen. Nou ja, dat wat vanmiddag eigenlijk spontaan gebeurde. Lekker met kerstmiddag voor Twents kerstverhaal zitten. En dan heb ik helemaal een kerstgevoel. Dus wat is voor jullie een
echt kerstgevoel. Welk moment brengt dat gevoel met zich mee? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus als jullie dat nog in de beschrijving hieronder of in de commentaren willen zeggen, dan vind ik leuk en kan ik dat lekker gaan lezen. En dan zie ik jullie over 2 weken, laten we maar zeggen. 1,5 week. Doei!